Mijn naam is Karin Laaglas en ik ben decaan van de faculteit bouwkunde in Delft. Bij leiderschap in gebiedsontwikkeling hebben we te maken met een complex actorenveld. Er zijn verschillende actoren die daarin een belangrijke rol spelen. Je hebt aan de ene kant de vraagkant. Nou, die is al niet eenduidig. Daar heb je al een eigenaar en een gebruiker en een maatschappij waar je mee te maken hebt. Dan heb je ook de oplossingenkant. Nou, daar zitten de ontwerpers, de techneuten en de bouwers. Nou, dat moet allemaal samenwerken. En om dat goed te laten samenwerken, vooral in ingewikkeldere opgaven, heb je leiderschapscompetenties nodig. Om te beginnen heb je leiderschap nodig. Dus iemand, waarschijnlijk meerdere mensen, maar even makkelijk te maken. Iemand moet de leiding nemen, anders dan wordt het een rommeltje. En om dat goed te doen in die ingewikkelde processen, zijn er inderdaad een aantal competenties die je nodig hebt. Dat is nog een veld wat nog heel erg in ontwikkeling is. Dus het is niet zo dat je nou 1, 2, 3 kan zeggen, nou, dat is het lijstje, dat is het. Dus als je de literatuur bestudeert, dan kom je erachter dat er heel erg veel leiderschapsliteratuur is, maar dat gaat heel erg vaak over leiderschap in organisaties. En aan de andere kant is er ook wel veel literatuur over gebiedsontwikkeling, maar dat gaat vaak veel meer over processen dan over leiderschap en competenties. Dus nou ja, die brug zijn we nu aan het bouwen om dat naar elkaar toe te krijgen. En ja, dat is eigenlijk een beetje experimenterenderwijze, maar een paar dingen waar we toch wel als hypothese van kunnen zeggen dat ze erg belangrijk zijn, is dat in ieder geval een leider of leiderschap, laat ik het breed houden, in de gebouwde omgeving, dat daarvoor nodig is dat je heel erg goed de inhoud kent van de processen die daar gaande zijn. Dus dat je weet welke processen een rol spelen in het tot stand brengen van de gebouwde omgeving. Dat je ook heel erg gedreven bent om de gebouwde omgeving te verbeteren. Dus dat je echt liefde hebt voor dat vak, dat het niet is dat het iets is waar je wat je alleen maar doet vanwege een financiële beloning of zo, maar echt dat je gecommit bent om daar wat aan te doen. Vervolgens is ook echt belangrijk dat je tegengestelden kan verzoenen. Dus niet uitsluitend compromissen sluiten, maar dat je echt tegengestelde visies met elkaar kan verzoenen. Want compromissen, die hebben het nadeel dat toch meestal iets blijft hangen van een nederlaag. En dat dat in gaandeweg altijd tegen je werkt. En wat ook heel erg belangrijk is, is dat je er is besluitvorming nodig. Dus heel vaak zie je dat met name impasses doorbroken moeten worden door besluiten. Het vermogen om besluiten te nemen en dan met name op het juiste timing daarvan. Dus wanneer breng je het paard naar het water? Dat is een ander punt wat heel belangrijk is.